Renske Tamminio. Zangeres, liedjeschrijfster, kunstenares, organiseert deze zomer met haar eigen band een uitgebreide tour langs de Nederlandse zomerfestivals. Maar wie is zij? Ja, ze stond aan de operatietafel met haar vingers in iemands hersenen toen ze dacht, nee, dan toch liever muziek. En zo gezegd, zo gedaan. Renske Tamminio. Met 2 cd's op haar naam en een flinke clubtour afgelopen najaar heeft Renske Tamminio zich ontwikkeld tot een kleurrijke en energieke live act. Hey you, I am talking to you. There is so very much to say. Eigen songs zijn kleine feestjes van klank en verhaal. Ondergedompeld in visuals, gebaseerd op haar zelfgemaakte schilderijen en clips. Hiermee creëert ze op het podium een compleet eigen fantasiewereld. Afgelopen najaar bracht ze bij Pias haar 2e cd Move Me uit. Er volgde een tour door het clubcircuit, een flink stel 4 en 5 sterren recensies en een groot aantal optredens in de Nederlandse media. How can I but understand? She waits for me till the... To You We Sing was de eerste single van het album Move Me. I know we haven't spoken yet. Om de bijzondere lading van het nummer naar voren te halen, maakte ze samen met haar broer een videoclip in een anti-kraakpand. Met behulp van kartonnen dozen, wat lijm en modeltreinfiguurtjes, die ook te zien zijn in het artwork van het album. Liedjes ziet als een soort souvenirs van dingen die je in je leven hebt meegemaakt. Dan kan je het een beetje vergelijken met zo'n sneeuwbal, zo'n souvenir sneeuwbal. En daar een soort van kleine miniatuur sets van te maken, waar we dus met hele gave cameravoering, waar mijn broertje helemaal blij van wordt, om dat in beeld te brengen in een bepaalde sfeer. En terwijl de winter langzaam plaats maakt voor de lente, maakt Renske Tamminio zich klaar voor een nieuw seizoen. Na haar bevalling in maart van dit jaar brengt ze een gloednieuwe lente-EP uit met nieuw materiaal dat ook op single zal verschijnen. De live show voor dit seizoen wordt fris, kleurrijk, swingend, sprookjesachtig, speels, vol gekke instrumenten. Op de lente-EP staat een duet met zanger Ruben Heijn, die op de zomeroptredens ook als special guest meedoet. Voor deze show is Renske Tamminio te boeken bij Friendly Fire. Haar eerste cd, Waiting to be Told, werd door de pers betiteld als droomdebuut. Something coming. Veel succes. Dankjewel. Oké. Dat Something Coming was, bleek al snel. Er volgden veel concerten, waaronder een uitverkochte kleine komedie. Een 2-maal uitverkocht concertgebouw met het Matangi Kwartet. En het North Sea Jazz Festival. En terwijl ze aan haar 2e cd werkte, schreef ze ook filmmuziek met hip-hop-artiest Perquisite. Laten we beginnen met Perquisite. Die had al zijn soloplaat. Daar had hij al een track met mevrouw Tamminio, de jazzdame, ja. Renske.
En nu heeft hij die single samen met nog wat andere tracks voor de film Lotus, die volgende week in première gaat. En dat is echt wel een mooie, ja, soms echt van die sferische film. Het lijkt me nu een toffe film, alleen al vanwege de muziek. Wij zijn geen vrienden. Zijn er nog bijverschijnselen? Nee hoor. Je gaat er alleen maar dood aan. Deze samenwerking bracht er op het Gouden Kalf Gala. De soundtrack voor de film Lotus, de titelsong I Rely on Me, zijn hier Renske Tamminiaal en Perquisite. Now I wish I had taken you up on that. En bij Giel Beelen. I Rely on Me op 3 live. Meer bijzondere samenwerkingsprojecten. Waaronder een optreden in New York voor Maxima en Willem-Alexander in een uitwisselingsprogramma met de New Yorkse zangeres Lia Siegel. En het uitvoeren van haar song Paris met een Amsterdamse bayadier en een bootmuzikant. Celle de nos larmes d'enfance, malgré la langue qui nous sépare, nous arrivons à combler. De ervaringen van al deze verschillende projecten, sprookjesachtig, jazzy, klassiek en filmisch, heeft Renske nu samengebracht in haar live act. Met een eigen sound, een geoliede band, kunstzinnige visuals. Een decor van speelgoedinstrumenten, gras, bomen, appeltjes en een energiek repertoire.